Op diverse plaatsen in Breda wordt er gesloopt. Het lijkt soms wel of de halve stad platgelegd wordt. Zo zijn op het Hero-terrein diverse gebouwen gesloopt. Op het terrein van 6 hectare komt er woningbouw. Slopersbedrijf Stolwerk is op 2 plaatsen in de stad bezig. Wij zijn aardig op weg. Ja, dit zijn er 142. Een ander object is Piet van Tilburg. En er gaan nog meer volgen. Wat komt er nog meer? Dat kan ik nog even niet zeggen, maar ik heb nog iets leuks in petto. Ja. Een klein tipje van de sluier? Nee. Het contract moet eerst binnen zijn en dan kunnen we dan, naar de buitenwereld zeggen wat het is. In het centrum van Breda? Laat ik even niet verder ingaan, Ad. Goed, nou, we staan hier in de wijk Driesprong. Hier zijn al heel wat huizen gesloopt, zie ik. Ja, dit waren er totaal 142. Er staan er op dit moment nog een kleine 30, 32 overeind. En de verwachting is dat we voor het einde van het jaar in ieder geval alles plat hebben. Al het brandbare weg hebben. En dat we daarna in de eerste of tweede week januari verder op gaan ruimen. En zoals het er nu uitziet is week 2 komt ongeveer 20.000 kubieke meter grond. Wat hier opgebracht wordt, zodat het straks een mooi glad terrein gaat worden. Is dit nou een grote opdracht voor jullie? Dit is wel een grotere opdracht voor ons, ja, dat klopt. Ja. Jullie zijn ook bezig bij Van Tilburg Bastianen? Ja, daar zijn we vorige week eigenlijk begonnen. Asbest eruit aan het halen, er zitten nog wat radioactieve rookmelders in. Die zijn ook allemaal verwijderd. Dus als het goed is, zijn de jongens vandaag echt begonnen met de definitieve sloop. De nieuwbouw staat er inmiddels, die is ook al in gebruik genomen. Hoe lang gaat de sloop duren bij Van Tilburg Bastianen? De sloop bovengronds is gepland dat die 1 februari opgeleverd wordt. Aanvankelijk denken we dat we misschien ook gelijk de ondergrond mee kunnen nemen. Maar dat hangt een beetje van de voortgang van de bodemrapporten en dergelijke af die op dit moment gemaakt worden. Ja, en op die plek komt dan de nieuwe locatie voor Horenbach. Ja, wat wij begrepen hebben, gaat die daar inderdaad komen, ja. En wat was nou datgene wat jullie nog gaan slopen? Sorry, Ad. Even niet. Nee, dank je. Wanneer er daadwerkelijk gebouwd gaat worden op het terrein in de Driesprong is nog onbekend. Volgens niet bevestigde berichten kan dit nog wel enkele jaren duren.